En dan was hij toch al 30. Nou, we zitten hier met de mensen van Almelo Centraal. Welkom. Althans, ja, ik ben eigenlijk op bezoek bij jullie. Almelo Centraal, dat is Isra Abdulatif. 4 jaar geleden op eigen kracht in de raad gekomen. En nummer 2 op de lijst is Emmy Wil. Isra is natuurlijk ook bekend van de winkel in de stad, de Grote Straat. En jij bent ook daar nog centraler gaan zitten met je winkel. Vraagje aan jou, als mensen zeg maar bij jou in de winkel komen, gaat het dan vaak over politiek? Het gaat natuurlijk over van alles, maar ja. Het gaat zeker over politiek. Ja. De mensen die zoeken ze ook de benadering. Ze weten dat ik zit in de raad. Oh, ja, ja, ja. Ze weten dat, wat zijn mijn standpunten. En dan hebben ze hun verhalen en komen ze over met hun eigen verhalen of over wat eigenlijk speelt in de raad of wat speelt in de stad. Dus het gaat zeker over de politiek. En dan geven ze jou natuurlijk ongevraagde input misschien van dit moet je brengen en dat moet je brengen in de raad. Natuurlijk. Ja, kijk, ja. Ik zit niet voor mijzelf in de raad. En je krijgt de input van de samenleving en dat vind ik heel belangrijk. Daar maak ik ook tijd voor en dat weten ze de mensen ook heel goed mij te vinden. Ja, omdat je natuurlijk jouw winkeldeur staat natuurlijk altijd open voor iedereen, dus daar kunnen mensen altijd aanwaaien. Ja, maar ze weten niet alleen over dat de deur staat altijd open, maar dat ik luister ook naar hen. En ook wat ik luister, wat ik hoor van ze, dat ik ze ook meenemen. Dus dat betekent, je neemt ook de mensen serieus. En, ja. En je gaat ook mee met die verhalen als het echt waar en dan moet ik het natuurlijk uitzoeken en dan maken we gewoon een standpunt hiervan in de raad als nodig is. Ja, en je hebt al het gevoel, politiek leeft nog wel bij mensen, mensen van de straat die dan bij jou... Ja, dat leeft wel zeker bij de mensen. Ja. En hoe dichter bij de verkiezingen natuurlijk, hoe meer. Oké, okay, ja. Emmy, jij bent nummer 2 op de lijst voor de komende raadsverkiezingen voor Almelo Centraal. Jij hebt natuurlijk al, mensen kennen jou misschien al van GroenLinks, een aantal jaren ook in de raad gezeten. Gaat het weer prikkelen, de politiek? Ja, nadat ik 4 jaar in de raad heb gezeten voor GroenLinks, heb ik afstand genomen. Ik heb nog een tijdje fractieondersteuner geweest. Ik heb ondertussen een andere baan gehad en heb me daar opgericht. En sinds een aantal jaren ben ik nou weer thuis. Ja. En dan heb je meer tijd en dan gaat het weer prikkelen. En dan denk je, het blijft toch wel een verslaving uitdaging. Misschien? Of nou, verslaving niet, maar wel een uitdaging dat je zo dicht bij het politieke, het besturen van Almelo zit. Want mensen kennen jou misschien ook, tenminste ik ken jou ook van Paco Plumtrek, het underground podium wat we in Almelo hebben. Is dat ook misschien iets wat je denkt van nou, dan kan ik bij Almelo Centraal de cultuur en de muziek en onderbrengen? Ja, ik denk wel dat Almelo Centraal ook op het vlak van kunst en cultuur en de bibliotheek en dergelijke een sterk punt heeft. Want er gebeurt al heel veel in Almelo, maar dat is eigenlijk, soms is dat ondanks de gemeente. Dat is bijvoorbeeld met Paco Plumtrek, maar die ook het straatmuziekfestival organiseert en het liedjesmakersfestival. Maar zo zijn ook theater en route en de atelierroute en zo kun je een heleboel opnoemen. Dat wordt allemaal georganiseerd en dat is juist de meerwaarde voor Almelo en dat moeten we in stand houden. Ja, en heb je het gevoel dat de gemeente dat nu laat liggen? Laat liggen vind ik een groot woord, maar ze kunnen er wel een tandje bij zetten om het meer te gaan realiseren en meer invloed op uitoefenen. Okay. Ja. Isra, want we zijn natuurlijk 4 jaar verder, er is natuurlijk heel veel gebeurd, allemaal al onder provinciaal toezicht financieel, heel veel partijen in de raad. Kun jij aangeven waar je het meest trots op bent, wat je de afgelopen 4 jaar hebt kunnen doen in de raad? Nou, afgelopen periode waar ik trots mee kan zijn, dat is de samenwerking. Mm-hmm. Vanaf het begin hebben wij ingezet voor samenwerken met elkaar. Met de partijen, andere raadspartijen? Met de partijen en ook nog... Ondanks alle versplintering die er dan is in de raad? Nou, daar kom ik ook terug straks. Maar over de samenwerking vanaf dag 1 hebben wij ingezet voor raadsprogramma. En dat is eigenlijk de draaiboek van het college, onderhandelen college. Maar ook, dat hebben we heel goed aangegeven van hoe willen wij eigenlijk zien de komende 4 jaar toen, in 2014. En daar hebben we ook ons heel krachtig in gezet.
En ik moet zeggen, van al die besluiten wat hebben wij genomen hier in de Raad, daar kan ik alleen maar trots op zijn. Ja. Omdat het is echt de meerderheid, of unaniem of de meerderheid. En dat tekent iets. Dat tekent hoe de Raad eigenlijk met elkaar eens en op inhoud is gegaan. En dat heeft mee te maken doordat je kritisch blijft volgen het college. Doordat je niet alleen ja knikken voor een raadbesluit die komt. Doordat je goed onderzoekt. Doordat je ook mensen vraagt naar hun mening. En dat hebben we heel goed hier onze bijdrage kunnen leveren. Dus als ik het zeg maar samenvat, dan is het zo dat de Raad meer het initiatief heeft genomen. Ook mede door Almelo Centraal om... He, want voorheen was vaak het college bepaald een beetje. He, die bepaalt de agenda, die vraagt aan de Raad wat er allemaal moet gebeuren. En nu is het eigenlijk een beetje gekanteld in de zin dat vanuit de Raad de initiatieven komen en het college wordt. Want zo hoort het toch? De Raad is krachtiger geworden. Ja. De Raad doordat... Ja, mijn positie ook in de Raad, ik ben gewoon kritisch, ja. Maar wel opbouwende kritisch. Ja. En ik vind mijzelf dat ik de lef heb om te vragen en doorvragen en blijven gewoon uitzoeken. Dus daardoor heb je ook de Raad ook wakker geschud van, die kunnen we niet zomaar accepteren. Nee. En dan krijg je ook geluiden. En daar heb ik ook een steun gekregen van andere fracties. Die gaan ze ook meer vragen. En daar ben ik blij mee. Dus een beetje de mentaliteitsverandering teweeg gebracht eigenlijk. Precies. En dat is wat ik noem van een vernieuwing. Ja. Een vernieuwing die eigenlijk allemaal ook elke stad hier in Nederland nodig heeft. Van weg van de klassieke politiek. Van zes partijen. Dat is niet meer van deze tijd. Oké, en dan komen we inderdaad op die versplintering, waar velen van zeggen van ja, maar dat wordt het allemaal onmogelijk om goed te regeren, zeg maar, in Almelo. Ja, nogmaals, ik noem het, maar niet alleen ik noem het, maar zijn artikelen die hier verschijnen over vernieuwing. Ja. En vernieuwing, dat heeft mee te maken doordat de samenleving is ook anders. Vernieuwing die past bij de huidige tijd. Ja. Vernieuwing die past bij de verschillende mening en individuele mening. En misschien ook omdat die landelijke partijen, hè, daar heb je als lokale partij natuurlijk geen last van. In de zin dat ze in je nek hijgen en dat je vanuit het landelijke van alles misschien moet gaan organiseren. Nou, je staat dichter bij de mensen misschien. Ja, ik zit je nu, maar nee, kan ik me zo voorstellen. Nou, weet je, een lokale partij, dat heeft mee te maken wat de mensen nodig hebben in hun stad, in hun dorpje. Landelijke partijen, die hebben ze vaak de link wat Den Haag wil. Ja, wat de lijn van die partijen willen. En dat is vaak, hè, volgens mij, dat Amy kan ze mij ook heel goed beamen. Vaak staat heel ver weg van wat lokale speelt. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam met discussie, debat bij de baan. Ja, dat was heel raar. Met al die landelijke lijsttrekkers over Amsterdam. Ja, dat over Amsterdam, maar geen woord over Amsterdam precies, is gegaan. Ging het over racisme en discriminatie. Dan denk ik, ja, mensen blijven in Den Haag, zou ik zeggen. Ja. Bestuur het land beter in plaats van dat je komt mee bemoeien. Heb je ook het gevoel dat het lokale debat, hè, want je bent een paar keer, heb je zo'n debat in België, hè, café. Heb je ook het idee dat daar die landelijke thema's ook te veel naar voren komen? Hè, wordt het debat daar beheerst door dat soort landelijke dingen van landelijke partijen ook, denk je? Nee, gelukkig speelt hier wel lokale thema's en dat vind ik prima. Alleen dat zie je, lokale thema's die worden altijd vaak gelinkt aan wat Den Haag wil of wat die landelijke partij wil. Ja. En dat is juist wat Almelo Centraal anders wil. Ja. Ja. Dat is ook denk ik de kracht van Almelo Centraal, dat je veel meer kijkt naar wat Israël zei, wat heb je nodig? En soms kan dat bijvoorbeeld een vrij links standpunt, zeg maar, zijn waar wij het helemaal mee eens zijn. Maar een andere keer kan dat ook best wel een rechtsstandpunt zijn. Ja. Omdat je niet meer afweegt van ik ben een landelijke linkse partij of ik ben een landelijke rechtse partij. Je kijkt veel meer naar wat is er in Almelo nodig. En Almelo is zeer specifiek. Dus heb je ook hele specifieke oplossingen nodig. En moet je ook die vrijheid kunnen hebben. En dat is een groot voordeel van een lokale partij.
Ja. En dan ook het woord versplintering, daar vind ik ook heel goed wat Isra zegt. Versplintering wil zeggen, dan gaat het kapot, net als fragmentatie. Ja. Dat is ook zoiets, onze raad is gefragmenteerd. Dat heeft een kern van kapot gaan in zich. Ja. En daarom willen wij die woorden ook niet gebruiken, want het is juist een verrijking. Nou ja, het is ook democratisch, hè? Want dat kan allemaal. Dus en Almelo heeft zoveel partijen en daar wordt opgestemd. Dus al die inwoners van Almelo, die willen dit. Ja. En dan moet je het democratische proces de gang laten gaan. En dan moet je ook met elkaar samenwerken. En dat dwingt ook tot samenwerken, anders kom je tot niks. En dat is ook het grote verschil met toen de tijd dat ik in de raad zat. Had je het CDA en de PvdA. Die besloten wat er gebeurde. En dan kan je als oppositie kan je nog zulke goede argumenten hebben. Als de fracties het daarmee eens zijn, dan gaat het gewoon door. Dus dan zit je er als andere partijen toch soms wel eens voor spek en bonen bij. En dat is de reden dat jij nu denkt ook van nou, nu kun je ook juist het verschil maken. Precies, ja. Nou kan je veel meer het verschil maken, juist ook door die samenwerking met elkaar. En de ene keer werk je met A, B en C samen en de andere keer met D, E en F. Oké. En als we dan toch daarover praten, de komende jaren, hè, kun jij een concreet voorbeeld noemen, Emmy, waarvan je denkt van nou, dat moet echt anders, daar willen we op in gaan zetten? Ja, nou, er zijn in de afgelopen jaren door de bezuinigingen is er ook ontzettend bezuinigd op het onderhoud van het groen. En je ziet nu in Almelo overal het onkruid opkomen. De wildgroei is er, er wordt te weinig onderhoud gepleegd. Dat geeft een rommelige indruk, dat geeft ook naar mensen die hier op bezoek komen, vooral in de zomer in de omgeving zitten campings vol met mensen die naar Almelo toe komen. Dan moeten we zorgen ook dat Almelo netjes en een visitekaartje, zeg maar. Precies. Moet op orde zijn. Ja, dat is echt. Dan lijkt het een klein punt, maar het heeft een hele grote uitstraling. Ja, nou, ik zie het zelf ook hoor. Dat je dus echt dat het op een gegeven moment tot je knieën, zeg maar. Ja. En dat hoeft niet alleen te zijn dat we zeggen van de gemeente moet dat allemaal gaan doen. Maar de gemeente kan ook met de buurt of met een straat of kijken van daar waar mensen zeggen van nou, ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk om te zorgen dat mijn straat netjes blijft. Nou, laten we dan met de inwoners kijken van wat kunnen we doen. Mm-hmm. En er zijn ook delen van Almelo waar mensen helemaal niet geïnteresseerd zijn in groen, dat kan. Nou, misschien moet dan de gemeente op die plekken wat meer inzetten. Dus ook niet een standaard procedure, elke straat, elke buurt moet om de zoveel weken een keertje geschoond worden. Maar kijk, hoe kan je nou de middelen die je hebt op een zodanig manier inzetten dat Almelo er mooier en schoner en groener uit gaat zien. Oké, dus als ik het dan even samenvat, constructieve samenwerking, maar ook echt op concrete dingen die in Almelo spelen. Dat is een beetje Almelo centraal in de nutshell, zeg maar. Ja, precies. En zo hebben we het ook over het afval. Moeten we wel of niet een oranje bak? Moeten we wel of niet een grijze bak? Kijk ook eens naar mensen. Er zijn mensen in de samenleving en die zijn heel erg al aan het scheiden. Beloon die mensen dan. Zeg van, nou, als u maar twee bakken hebt, dan hoef je ook maar voor twee bakken te betalen. Er zijn ook mensen in de samenleving, die zijn nog niet zo ver. En die moeten daar nog zich verder in ontwikkelen. Als je die mensen maar twee bakken gaat geven, dan krijg je zwerfafval. En dan krijg je allerlei afval in de verkeerde bakken. Dus geef die mensen dan vier bakken. Maar dan kost het ook wat meer. Ja, oké. Okay. Maar dan krijg je wel wat terug, zeg maar. Dus ja. En daardoor worden mensen misschien ook meer bewust van waar ben ik nu mee bezig en hoe kan ik iets terugverdienen. Ja. Dus eigenlijk goed gedrag belonen in plaats van slecht gedrag straffen. Goed, nou dan weten we eigenlijk een stukje meer over ook Almelo Centraal. Laatste punt, vind ik dan weer interessant, is dat zich de PVV nu gaat melden in Almelo. Hè. Die komt. Die wil ook meedoen met de verkiezingen. Er wordt nu al geroepen door bepaalde partijen. We willen niet meer samenwerken. En dat wordt allemaal. Hoe staat Almelo Centraal erin? Gewoon, kom maar en we zien wel. Of hoe? Nou, kijk, deze partij is net als andere partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is ook de recht voor elke partij. Ja. Wat ik heb net aangegeven. Democratisch. Ja. Dat is democratisch. En de samenwerking moet op inhoud zijn. En wij kunnen niet zeggen van wij gaan niet samenwerken omdat die partij heet bijvoorbeeld dat en dat. Laten we inhoud zien van die partijen. Laten we ook zien waar ze voor staan. Wat willen ze betekenen voor Almelo? Ja. Maar even terug op wat Almelo Centraal is eigenlijk. Het is niet alleen samenwerken
en doen voor de stad en de inwoners. Kijk naar de afgelopen periode bijvoorbeeld. De openheid van het college was hard nodig. Dus wij staan gewoon voor open, maar ook voor transparant. Wij hebben ook die subsidieregister laten gewoon komen en op de website zien. Oh ja, waar het geld allemaal naartoe stroomt, zeg maar. Precies, waar de organisatie, welke organisatie... Ja, is het nodig, is het wel of niet goed besteed? Welke is afgewezen, precies. Dus er zijn verschillende onderwerpen waar Almelo Centraal heel hard heeft eigenlijk gemaakt voor en om te realiseren. Ja, dus maar toch maar even... Mag ik even? Ja? Die verschillende punten die Isra nu uitnoemt, die hebben we ook willen vervatten in ons deugen, dienen en durven. Dus aan de ene kant deugen, dat wat je zegt moet je ook waarmaken. Ja. Daar waar we de inwoners kunnen helpen, zijn we dienend naar inwoners toe om te kijken of we dat kunnen veranderen. En naar de bestuurscultuur vooral ook heb je dat durven nodig om te zeggen, jongens, wat we nu doen, dat moet anders en zo gaan we het doen. Vandaar deugen, dienen en durven. Nou, in ieder geval, dat is een mooie afsluiting, denk ik. Ik dank jullie beiden voor het interview en ik wens jullie heel veel succes bij de komende verkiezingen. Dank je wel.